Een pauzin. Jongens, wat fijn. Keep your smelly feet out. Ja, actie is jouw wereld, hè? Yummy, yummy, yummy. Oh, dit is ook een level. Hier is toch ook Tip-Tap. Tip-Tap is ook awesome. Ik vind het wel snel in Banjo Tooie dat Tip-Tap zijn ei kwijt is als zijn kind weg is. Tip-Tap is gewoon een van de meest ook awesome characters. Die zit ook in Diddy Kong Racing, hè? En dan heb ik toch nog weer echt een hele moeilijke vraag. Netjes, Ricardo. Maar ik wou zeggen, ik heb voor jullie een hele moeilijke vraag. Wat speelden jullie liever? Super Mario 64 of Banjo-Kazooie? Ik speel het liefst Banjo. Hele dag Banjo. Het is de Banjo, 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 Banjo. En Banjo is ook echt het eerste spel dat ik gekocht heb toen ik mijn Xbox kocht. Nee! Jongens, wat de frietsaus. Zo, kijk, ik heb hem even haperen. Ik ga even 2 seconden kijken of die andere computer bezig iets met is. Iets met iets. Leuk meer. En altijd is het 2 seconden, 2 seconden, 2 seconden, 2 seconden, 2 seconden. We zijn terug, 2 seconden.
Goedendag, daar zijn we weer. Sorry. Ik word even gestoord. Pieter! Zo, weer gedaan. Daar komen wij vandaan. Daar zijn we al geweest. Dus we gaan nu richting Tip-Top. Eens even het beestje voeren. Dan gaan we zo richting Tip-Top. Oh, succes. Succes, Sanne. Kom nou eens hier, joh. Gekker. Ik zit even te denken, hierna komt toch Gobbies Valley. Na Gobbies Valley komt Mad Monster Mansion of Freeze the Easy, ik weet het niet meer. Weet jij het nog, Oxy? Welke komt ook weer na Gobbies Valley? Freeze the Easy of Mad Monster Mansion? Oh, ja, we zien het vanzelf wel. Volgens mij is het Mad Monster. Dat is ook zo'n awesome level. Welkom Mario, wat gezellig dat je er even binnenkomt.